veel zin in. Oh, ik kan echt niet wachten om dit avontuur te gaan beginnen. Laten we meteen al gewoon de server in gaan duiken. En doe zeker een duimpje omhoog natuurlijk met je linkerhand. Als jij wil dat ik jouw naam zometeen ga opnoemen voor het namenrondje natuurlijk. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik natuurlijk. Oké, laten we het geluid een klein beetje zachter zetten. En laten we gaan kijken wat voor avontuur er vandaag op ons staat te wachten natuurlijk. We hebben hier de Minecraft server. Dus laten we maar meteen een kijkje gaan nemen. Ik ben zo benieuwd. En er staat dat ik niet ben gewhitelist op mijn eigen server. Oké. Nou, weet je wat? Dan doen we gewoon eens even kijken. Zo. En dan, hup, kijk eens aan. En dan kunnen we erop. Oké, de whitelist. Dankjewel, Staf. Maar we kunnen nu eindelijk op de server. Laten we een kijkje gaan nemen. Welkom iedereen natuurlijk. En laten we meteen gaan kijken waar we zijn. Waarom ziet mijn Minecraft er zo raar uit? En zit ik nou in een tent met een kampvuur hier? Wat is dit voor plek hier zo? Wacht eens even. Mijn Minecraft ziet er heel anders uit. Waarom lijk ik een geest hier zo in deze Minecraft-wereld? Wat gebeurt hier allemaal? Oké, het is ook mega mistig zoals je kan zien. Ik weet niet of jullie het ook zien, maar zien jullie daar ook de mist? Ik kan helemaal de overkant niet eens zien wat daar allemaal is. Oh, nee. Dit is foute boel volgens mij. Dit is foute boel. Huh? Hoe heb ik al wat spulletjes hier en daar? Eens even kijken. Ik heb een houten zwaard. Ik heb een boekje genaamd instructies. Ik heb een verrekijker. Ik heb een klok. Ik heb 4 torches en 6 broodjes. Kan ik ook zien hoe laat het is met de klok? Hallo? Hoe laat is het? Klokje! Oké, ik heb geen idee hoe laat het is. Misschien kunnen we hiermee wel de overkant zien. Nee, het blijft even mistig. Ik kan gewoon helemaal niks zien hiermee. Oké, laten we denk ik maar eens even het boekje gaan lezen dan maar. Welkom bij 100 dagen overleven in Minecraft Hardcore. Alleen is het niet de normale hardcore zoals jij gewend bent. Oh, ik heb wel de hardcore hartjes, dus ik weet niet waar ze het zozeer over hebben. Maar laten we maar snel verder lezen. Jij hebt namelijk last van een zombie-invasie. Zombies hebben de wereld overgenomen en zijn op zoek naar eten. Het enige wat zombies eten zijn mensen en gele eentjes. Voor zover ik weet is mijn skin geel en ben ik een eentje. Oké, maar zombies zijn toch niet zo erg? Laten we maar verder lezen wat ze daar te zeggen hebben. Je hebt 1 dag de tijd voordat het donker zal worden in deze wereld. En zodra het donker is, blijft het voor altijd donker. En mag jij niet slapen, dat zijn de regels. Er komen per dag meer en meer zombies bij en jij moet proberen te overleven samen met je vrienden. Heel veel succes in 100 dagen overleven in Minecraft Hardcore in een zombie-invasie. Oké, dus wat ze dus zeggen is dat er elke dag meer en meer zombies... Wow, huh? Zag je dit dat ook hoe ik iets... Huh? Kijk hoe ik iets op de grond gooi. Wow, dit is vet. Oké, dit ziet er heel erg raar uit. We hebben dus enig de tijd. Oké, laten we dan maar snel torches gaan verzamelen en wat hout natuurlijk. Dat is zeker wel handig om te hebben. Eens even kijken, dit boompje moeten we sowieso omhakken. Hallo, boompje! Kan ik jou ook hakken? Oh, wacht, het is de spawn natuurlijk. We kunnen niks op de spawn hakken. Kunnen we dan hier wel iets hakken? Hallo? Boompje? Oh, ik kan helemaal niks hakken hier. Wacht eens even, ik ga iets anders proberen. Zo. En zo. Oké, als het goed is, kan ik het dan nu wel gaan doen. Oké, we hakken dit boompje. Kijk hoe raar het er ook uitziet als ik iets hak. En... Wat? Gebeurt hier nou weer? Wow! De hele boom... Wacht eens even, als ik dit blokje hak, valt de hele boom in elkaar. Wow! Oké! Wow, dat is heel... Huh? Oké. Dat heb ik nog nooit eerder gezien. Laten we maar een crafting table gaan maken, denk ik dan maar. We hebben er ook één in de tent. Oké, we moeten onszelf wel zien te beschermen. Want als de zombies komen, hebben we een probleem natuurlijk.
Oké, we hebben zo snel mogelijk allemaal dingen nodig. Zoals een hakbel en dat soort dingetjes. We moeten een veilig huisje hebben natuurlijk. Eens even kijken, hoe gaan we dit veilig maken? Het kampvuur moeten we eigenlijk gaan verplaatsen. Oké, kijk eens aan. En trouwens, bij zombies natuurlijk hoort ook zombie-muziek. Of ben ik de enige die dat vindt? Ik vind dat er bij zombies zombie-muziek hoort. En niet dit vrolijke liedje, want het wordt eigenlijk alleen maar enger en enger met de dag. Dus laten we maar eens even wat andere muziek opzetten. Dan gaan we van deze muziek naar deze muziek. Oké. Welkom iedereen in ieder geval bij de livestream. Ik hoop dat jullie er superveel zin in hebben. Ik heb jullie hulp nodig, want per aantal duimpjes omhoog komt er een vriend bij mij in de server. Of een vriendin natuurlijk. En laten we zeggen dat bij de 300 duimpjes omhoog de eerste persoon in de server komt om mij te helpen. En geloof me, ik heb zeker hulp nodig. Want zoals jullie hebben gelezen, heb ik maar één nacht de tijd voordat het dus natuurlijk erger en erger gaat worden in deze wereld. En wat ze daarmee bedoelen is dat er alleen maar meer en meer zombies gaan komen per dag. En ik heb het jullie misschien niet verteld, maar de Minecraft-zombies zijn niet zoals jullie ze gewend zijn, kan ik je vertellen. Ze zijn namelijk heel erg eng, maar dan ook echt heel erg eng. En ik weet niet of we ergens al een zombie kunnen zien op afstand. Eens even kijken, ze zijn echt heel erg eng, kan ik je vertellen. Oké, laten we als eerste maar wat spulletjes verzamelen. Dat is denk ik wel handig om te hebben, ook voor de nieuwkomelingen. En kijk hoe die bomen in elkaar zakken. Oké, dit ziet er heel erg raar uit. Ik moet hier wel een beetje aan wennen, maar het ziet er wel vet uit. Oké, laten we hier allemaal hout van gaan maken. En laten we dan denk ik met het hout een deurtje maken. Ik wil namelijk de tent helemaal gaan inbouwen op die manier. Eens even... Au! Oh, oké. Eens even kijken. Zo, daar doen we dan dit. Deze moeten we denk ik verplaatsen. Oké. Huh? Oké! Oké, dat ziet er heel raar uit. Eens even kijken. Dit is tijdelijk onze basis. Hier kunnen we ons hopelijk veilig houden tegen alle zombies en dat soort dingetjes. Welkom Danielle. Welkom Crystal. Welkom het team Gekhuis Gaming. Welkom iedereen. Doe natuurlijk allemaal een duimpje omhoog. Want we hebben bijna de 300 duimpjes omhoog natuurlijk. Oké. Ik heb ook toortjes nodig, denk ik. We kunnen hier wel wat toortjes mee maken, eigenlijk. Eens even kijken. Oké, laten we een paar sticks maken. Oh. Wat was dat? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Oh. Dat is een skeleton, een skeleton, een skeleton. Oké, we moeten niet nu al doodgaan. Oké. We hebben iron nodig. We hebben een schild nodig. Ik ben echt mega bang, kan ik je vertellen. Oké. Oh, daar staat nog een skeleton. Auw! Auw! Ik ben geraakt. Oké. Dennis, rustig aan. Niks aan de hand. We maken gewoon wat torches hier en daar om de basis natuurlijk veilig te stellen. Dennis, zo maak je geen torches. Je raakt in paniek nu. Oké, we maken torches op deze manier. We hebben gelukkig een klein beetje eten om ons te beschermen. Oké, ik vroeg me af, mochten we nou de eerste nacht wel overslaan? Volgens mij wel. We mochten de eerste nacht slapen en daarna werd het voor altijd donker. Oké, er staat er wel een skeleton. We moeten die eigenlijk wel zien aan te vallen. Die bones kunnen we goed gebruiken. Kom hier, skeleton! Oké, blijf schuilen. Auw, auw. Oké. Oh, nog één. Oké, binnen schuilen. Zagen jullie hoe die skeleton uit elkaar viel? En ik heb allemaal bloed op mijn scherm. Oké. Ik vind het maar helemaal niks, maar we hebben de 300 duimpjes omhoog gehaald. Dus dat betekent dat er een vriend mij kan komen helpen, toch? Oké, volgens mij wel. Volgens mij kan de eerste vriend of vriendin kan mij komen helpen in deze server. Want we hebben de 300 duimpjes omhoog gehaald. Oké, en ik ben gewond geraakt. Er zitten allemaal bloedvlekken op mijn scherm. Oké, en wat vinden jullie er tot nu toe van deze zombie-invasie? Het wordt alleen nog maar gekker en gekker. Oh. Lotte, pas op! Dennis, wat gebeurt er? Kom maar binnen, Lotte! Ik help je! Wow! Kom op! Au! Ik ben geraakt! Naar binnen! Dennis, wat was dat? Lotte, ik weet niet wat er aan de hand is. Zeg maar alsjeblieft dat je wat eten mee hebt genomen. Wat is er? Je hebt wat eten bij je toch, hopelijk? Oké. Open! En dicht! Oké, Lotte, dit wordt heel gevaarlijk. Oké, we moeten oppassen, Oké, open. Oké, ik heb hem. Oké, dat is fijn, Dennis. Fuck.
Wat gebeurt hier? Wat is het ook, Dennis? Want dit is niet de normale Minecraft-wereld! Nee, ik zie je, Dennis! Wat gebeurt hier? Lotte? Ja, wat is er, Dennis? Wat kijk je maar aan? Met jou gebeurd! Met mij gebeurd? Hoe bedoel je? Lotte, ben je onderweg gebeten dat je hier naartoe kwam? Ja, ik had een gevecht met een zombie, maar... Hoezo? Hoe bedoel je een gevecht met een zombie, Lotte? Waar heb je het over? Hij viel me aan? Hoezo? Waarom doe je zo raar? Waarom ga je weg van mij? Laat me heel even met de kijkers praten, oké? Oké. Eens even kijken. Jij hebt wat eten bij je, toch? Ja, dat heb ik, Dennis. Oké, super. Kan je me zo meteen wat eten geven? Ik moet heel even met de kijkers praten. Ja. Wat is er met Lotte gebeurd daar zo? Zagen jullie dat in haar hoofd? Het lijkt wel alsof daar haar brein is gegeten door een zombie. Zagen jullie dat ook? Zeg maar alsjeblieft dat jullie dat ook zagen. En ze was een beetje groener geworden. Ik vertrouw het niet helemaal. Oké. Lotte? Ja, Dennis? Voel je wel goed verder? Ben je niet ziek of koorts of misselijk? Een beetje last van hoofdpijn, maar ik heb... Ja, dat was het. Dat is gewoon best wel normaal eigenlijk. Hoezo, Dennis? Last van hoofdpijn? Ja. Nee, gewoon Lotte. Heb je wat eten voor me? Ja, heb ik wat appeltjes meegenomen. Oh, lekker. Ik hoop dat iedereen die komt wat eten meeneemt natuurlijk. Oké, dit is heel erg fijn, Lotte. Ja. Het is mij verteld dat zodra het weer licht is, dat het dan voor de laatste keer licht gaat blijven. En dat het dan altijd donker is, Lotte. Serieus, Dennis? Waar zijn we nou ook weer in beland? Wat is dit ook weer? En ik hoorde het weer in mijn oortje dat bij de 500 duimpjes omhoog er nog een vriend bij komt, Lotte. Nog één? Oké, ik ben benieuwd. Dus als alle kijkers een duimpje omhoog doen, dan gaan we dat makkelijk halen. En doe het alsjeblieft, want ik heb mijn vrienden nodig. Lotte kan me niet horen als ik binnen sta in mijn huisje. Ze is geïnfecteerd. Jaden, denk je dat ze het zombievirus te pakken heeft? Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat je gelijk hebt. Oké, het wordt weer langzaam licht. Lotte, heb je onderweg ook een zombie verder nog gezien? Nee, ik kwam er eentje tegen, Dennis. Maar verder heb ik ze nog niet gezien. Heb je ook enig idee waar we zitten? Op welk gebied? Het lijkt alsof we op een eiland zitten met allemaal water eromheen. Met daaromheen bergen, Lotte. Oké, ik zie wel een schaap daar. En heb je ook gezien hoe raar alle bomen instorten en dat soort dingen? Kijk hoe raar het eruit ziet, Lotte. Wat gebeurt hier allemaal, Dennis? Het is zo raar. Oké, ik kan op mijn klok niet zien hoe laat het momenteel is. Ik zie nu een stuk waar we zitten. Oké, we zitten dus bij water volgens mij. Bij water? Ja, ik zie het inderdaad, Dennis. Oké, dit is een diepe afgrond daar beneden en aan de overkant hebben we een megaberg. Wow, ja, wat? Ik moet wel zeggen, Lotte, dat het regen maakt het wel allemaal veel enger. Het is sowieso eng dat het zo mistig is in deze wereld. Hier ligt weer een appeltje. Lotte, hoor je dat? Ah, Lotte! Een zombie! Wow! Dit is toch niet dat je gebeten wordt? Dit is toch niet dat je gebeten wordt? Maar mijn is toch een stuk aan de zuid, Dennis? Wat is dit voor een zombie, Lotte? Ik weet het niet. Lotte, hij staat ook helemaal met zijn armen naar voren. Lotte, zorg dat je niet gebeten wordt door een zombie. Maar dit is niet de zombie die ik tegenkwam. Lotte? Ja? Het lijkt wel alsof het een mens was en is veranderd in een zombie. Dit is niet hoe ik de Minecraft-zombies ken. Wow. Lotte, hij liep ook helemaal met zijn armen naar voren, alsof hij je wou opeten. Lotte, ik moet je iets vertellen. Er is aan je hoofd geknaagd, lijkt het wel. Aan mijn hoofd geknaagd? Doe niet zo gek, joh, Dennis. Lotte, draai eens om, draai eens om. Ah, holy moly! Lotte, je bent een beetje groener geworden. Je hersenen zijn te zien gewoon. Het ziet er niet heel erg goed uit, kan ik je vertellen. Lotte, dat is heel erg eng. Word ik een zombie of zoiets? Lotte, ik weet het niet. We gaan voor je zorgen, oké? Lotte, Lotte, niet in paniek raken. Lotte, niet in paniek raken. Hoe bedoel je niet in paniek raken, Dennis? Ik zie eruit als een zombie. Lotte, als je misselijk wordt of klachten krijgt of... Ja. Of je hebt de neiging om andere mensen op te eten, ik, of andere vrienden die komen, dan moet je het zeggen, oké? Dan denk ik dat we je moeten opsluiten, namelijk in een kleine gevangenis. Hé, hey, dan
Jezus, ik wil niet opgesloten worden in een kleine gevangenis. En daarover gesproken, laten we maar een klein soort gevangenisje gaan bouwen hier zo. Gewoon in het geval dat, Lotte. Nee, Dennis, ik wil echt niet gevangen worden. Hoe bedoel je? Nee, ik ga je ook nog niet gevangen houden, Lotte. Maar gewoon in het geval. Er is eerst niks aan de hand met me. Het gaat volledig goed. Je hoeft niet zo gek te doen. Lotte, het gaat niet heel erg goed, kan ik zien. Oké, zo. En dan maken we dat dicht. Oké, dan komt hier een gevangenis, oké? Eens even kijken, want zombies weten niet hoe ze deuren moeten openen, volgens mij. Dus als ik gewoon hier een deur neerzet, dan kan helemaal niks gebeuren. Want dan kan een zombie kan nooit een deur openen. Lotte? Ja, Dennis? Waarom was je aan mij aan het ruiken? Waar heb je het over? Waarom maak je van die rare geluiden, Lotte? Hoe bedoel je? Waar heb je het over, Dennis? Ik weet het niet, maar ik vertrouw er helemaal niks van. Waarom doe je zo raar naar mij? Lotte, jij bent degene die raar doet, oké? Hey, doe die zwaar weg, Dennis! Lotte, doe die deur eens open. Hoezo? Probeer eens, kan je een deur openmaken? Huh? Dennis? Ja, Lotte? Waarom kan ik de deur niet openen? Dennis, Lotte, ik moet met de kijkers praten. Ga jij maar even wat bomen kappen daar zo. Oké. We hebben een probleem. We hebben een heel groot probleem. Oké, luister. Zombies kunnen geen deuren openen, oké? Lotte is op de weg hier naartoe gebeten door een zombie. En waarschijnlijk is ze geïnfecteerd met het zombievirus. Moeten we haar gevangen nemen, ja of nee? Ik ben bang dat Lotte namelijk verandert in een zombie. En als we haar in dit kooitje zetten, dan kan er niks gebeuren. Want een zombie kan nooit een deur openen. Dat kunnen ze niet. Zombies kunnen geen deuren openen. Oké. Wow! Oké, dat was ik vergeten. Als ik iets weghak, stort alles in. Oké, moeten we dit maken? Een deur plaatsen, oké. Oké. Lotte? Lotte? Ja, Dennis? Kan je al je eten aan mij geven? Je hebt vast nog meer eten bij je. Lotte? Dennis? Wat? Dennis? Kan je al je eten aan me geven? Je hebt waarschijnlijk nog veel meer eten. Ik heb nog wat appeltjes. Oh, lekker. Oké. Lotte, kom eens mee. Hoezo? Er ligt hier wat gouds in. Goud? Ja, hier ben je in, Lotte. Dennis, waarom kan ik deze deur wel openen? Ik weet niet hoe dat kan, Lotte. Probeer het nu eens. Kan je hem nu nog openen? Dennis? Dennis, ik kan er niet uit. Lotte, dit is voor je eigen bestwil, oké? Lotte! Luister, Dennis, je bent langzaam aan het veranderen in een zombie, oké? Lotte, het kan Dennis, niet anders. Deur kan gewoon niet open van binnen. Lotte, een zombie kan geen deuren openen, oké? Ze kunnen geen deuren openen. Pas als een zombie te sterk wordt, kan hij eruit breken. Lotte, je moet hier tijdelijk blijven. Je moet hier tijdelijk blijven. Er is geen andere oplossing, oké? Je moet daarin blijven. Dennis, ik meen het. Ik ben oprecht geen zombie. Lotte, je lijkt op een zombie. De kijkers vinden het ook. Ik weet het zeker. Lijkt Lotte op een zombie, ja of nee? Ik bedoel, kijk er nou. Hier, moet je kijken hoe het eruit ziet. Lotte, je maakt zo zombie geluiden. Lotte? Waar heb je zombie geluiden? Hoe bedoel je, Dennis? Lotte, je wordt echt een zombie. Je wordt echt een zombie. Dennis, je doet nu echt super raar, vind ik. Luister, kijk eens, ik heb jullie hulp nodig. Bij de 500 duimpjes omhoog komt er een andere vriend in deze server die ik absoluut nodig heb. Ik heb iemand nodig die me kan helpen. Ik heb iemand nodig. Druk er alsjeblieft op, met z'n allen. Met z'n allen druk erop. Oké, ik heb hulp nodig. Ik heb versterking nodig. Lotte die een zombie wordt. Ik sta er alleen voor. En geloof me, wat ik al zei. Per dag worden de zombies meer en meer. En uiteindelijk komen ze met honderden zombies tegelijkertijd. En ik weet het, jongens en meisjes. Het is zielig voor Lotte. Maar het kan niet anders, oké? Lotte verandert momenteel in een zombie. Dennis! Lotte? Dennis! Ik kom eraan, Lotte. Wat is er? Dennis, is er niet iets van een tegengif die je kan vinden of zo? Lotte, ik moet heel eerlijk zijn dat ik daar geen ervaring mee heb met het tegengif. Dennis, kun je alsjeblieft misschien op zoek gaan? Misschien dat iemand anders het weet. Als ik een andere vriend in de server heb die nu elk moment kan komen, dan weet ik het, oké? Oké, Dennis, alsjeblieft, ik wil geen zombie worden. Oké, we moeten met z'n allen helpen Dennis in de chat sturen en in de reacties. Met z'n allen, help Dennis. Dan hoop ik dat iemand de server inkomt. Oké,
Dus dat is één regel. Ik mag niet slapen. Ik mag geen nachten overslaan. Het enige wat ik moet doen is overleven, oké? Ik moet overleven in deze wereld. Oké. En ik weet niet of jullie de enge zombies al hebben gezien. Maar een paar kijkers wel. En ik kan je vertellen, die zijn enger dan de zombies die jullie gewend zijn. Oh, geloof me, ze zijn heel erg eng. Oké, maar volgens mij... Ik kan ook niet zien of het nu overdag is of dat het avond is. Oké, Vincent, dankjewel voor het abonneren. Oké, als het goed is, kan er elk moment iemand bij komen. Laten we het hopen, laten we het hopen. Oké, ik zie dat iedereen helpt. Dennis in de chat stuurt, dat is heel erg fijn. Misschien dat we bij een aantal duimpjes omhoog ook zelfs een kijker om help. Luc? Luc? Dennis? Wacht, blijf stilstaan! Ik moet je heel even inspecteren, oké? Van afstand. Oké. Oké, draai een rondje. Langzaam. Oké. Oké, ziet hij er veilig uit? Denk je dat hij veilig is? Of denk je dat hij ook is gebeten? Blijf uit de buurt van Lotte. Blijf uit de buurt van Lotte. Lotte is onderweg gebeten door een zombie. Sorry, ik bedoel dat echt niet te doen. Sorry. Oké, ik denk dat je veilig bent. Oké, ik kan het uitleggen, oké? Heb ik het boekje nog? Nee, het boekje heb ik in de brand gegooid. Oké, luister. We zitten hier in een wereld, in een Minecraft hardcore wereld. En het is geen normale wereld. De wereld is namelijk overgenomen door zombies. Maar niet normale zombies zoals je ze kent, maar echt hele erge heftige zombies. Okay. En Lotte is gebeten toen ze hier naartoe kwam. En dat betekent als je wordt gebeten, verander je langzaam in een zombie. En dat is heel erg gevaarlijk. Wat is een zombie? Kijk maar zelf! Ik bedoel, kom maar kijken! Niet de deur openmaken. Wat je ook doet, niet de deur openmaken. Wat is er met Lotte's hoofd aan dan? Sorry! Ze is gebeten! Ze is letterlijk gebeten, Luc! Oké. Oké, heb jij iets qua eten of dat soort dingen meegenomen of helemaal niks? Ik heb helemaal niks. Oh nee, oké. We moeten proberen te overleven, oké? Om de zoveel duimpjes omhoog komen er meer en meer vrienden bij. Zorg dat je niet wordt gebeten door Lotte of een andere zombie, oké? Oké, ik geef je wat hout. Zorg dat je wat tools voor jezelf maakt. Een zwaard en dat soort dingen. Heb je een crafting table? Die staat hier. Ja, die kan je ook gebruiken. Trouwens, het hakken van dingetjes gaat heel anders. Als je hier iets van de tent weghaalt, dan stort de hele tent in, oké? Dit is mijn enige basis, dus doe dat niet. Oké, ik zal het niet doen. Oké, tot nu toe gaat het goed. Welkom iedereen! Welkom Nick! Welkom Tycho! Oké, let op wat er gebeurt als ik een boom weghaal. Oké, de hele boom stort gewoon in. Wow. Oké, wat moeten we nog meer maken bij onze basis om het veilig te houden hier zo? Eens even kijken wat iedereen zegt. Een hek is heel erg slim inderdaad. We moeten een hek maken. Dat is zo slim voor jullie. Oké, een hek. We hebben een hek nodig. Een groot hek die we eromheen kunnen plaatsen. Oké, meer sticks. We hebben daar heel wat sticks voor nodig. Oké, kijk eens aan. Zo, wat sticks. En dan... Oké, het gaat helemaal mis. Zo, en dan maken we hier hekjes van. Oké, perfect. Oké, we kunnen niet heel wat hekjes maken, maar we hebben meer hout nodig. Oké, laten we allemaal bomen weghalen. Kijk hoe raar het eruit ziet. De hele bomen stort er gewoon in. Oké, perfect. En dan moeten we daar hekjes van gaan maken. Oké, zo. Dan kunnen we hier... Hup. En dan maken we hier allemaal vensters van. Oké, die moeten we hier dus omheen zetten. Zodat er geen zombies komen. Oké, zo helemaal om de basis heen. Oké, dit moeten we ook allemaal weghalen. Oké, we hebben heel veel hout nodig, oké? Er kunnen ook mensen bijkomen die wel spullen hebben. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Oké, laten we allemaal hout verzamelen. En ik vind het zo raar hoe die bomen instorten in deze wereld.
Oké, het voordeel is dat we momenteel dus op een soort van eiland zitten, Luke. Als we op een ander eiland zitten, dan zul je zien dat er heel wat zombies in één keer komen. Oké, laten we hier een paar sticks van maken. En dan maken we hier allemaal fences van op die manier. Kijk eens aan. Zo, 30 stuks. Oké, we moeten een beetje het gebied afzetten bij ons. Zo. De basis moet helemaal veilig worden. Ja. Zou ik anders alvast wat tools gaan maken, zodat we een beetje steen kunnen gaan hakken? Ja, doe dat maar, doe dat maar. Oké, zo, en dan ga ik hier dit allemaal afzetten aan deze kant. Zo, kijk eens aan. Oké, perfect. We moeten deze hele basis veilig stellen. Oké, zo, daar langs, dan daar langs. Oké, tot nu toe gaat het goed. Meer hout hebben we nodig? Ik heb nog wel wat hout voor je. Oké, straks gaan we ook op avontuur en dan gaan we in het normale gebied kijken. Oké, we hebben ook toortjes nodig op plekken, zodat het natuurlijk veilig is overal. Dat we genoeg licht hebben overal. Dennis! Lotte? Dennis! Wat is er, Lotte? Dennis, weet je al misschien iets van een oplossing of zoiets? Ik begin me echt niet lekker te voelen. Ik voel me ook al een stukje sterker en ik ben bang dat ik misschien uit kan breken hier. Lotte, uitbreken? Waar heb je het over? Ik voel me steeds sterker worden en zo, oké? Je moet snel zijn. Oké, Dennis. Ja, Luke? We moeten een iron door maken. Dat is inderdaad heel erg slim, een iron deur. Oké. Ja, Lotte, draai om naar achter! Oké, Dennis. Lotte, ik heb een appel gegeven. Probeer die op te eten. Misschien voel je daardoor beter. Oké, Dennis. Ik weet niet hoe sterke zombies kunnen reageren, Luke. Misschien wordt het wel heel erg gek uiteindelijk. Dat is niet. Onzichtbaar kunnen worden. Ik ben hier misselijk van geworden. Onzichtbaar? Ik weet het niet, Luke. Ik weet niet hoe de zombies reageren, oké? Ik ben hier ook pas nieuw. Ik ben nog niet op het vasteland geweest. We moeten uiteindelijk een brug maken. Dennis, hoe moeten we ooit een mine maken? Alles wat ik hak stort in. Ja, Luke. Daarom is het ook niet heel erg makkelijk om te overleven. Oké, eens even kijken. Ik maak hier meer hekjes van. Oké, zo, ik heb hier wat hekjes erbij gemaakt. Luke, misschien dat jij langzaam een brug kan maken. Vanaf hier naar de overkant. Ja hoor. Gewoon van hout of... Gewoon van hout of iets. Gewoon een brug naar de overkant. Een mooie brug. Oké, eens even kijken. Zo, dan maak ik dit allemaal hier zo vast. Oké, perfect. Hoe hoog moeten we de muur maken, denken jullie? We moeten wel een poortje hebben, denk ik, aan deze kant. Kijk, dan halen we dit weg. Kijk hoe raar het eruit ziet als ze het weghakken. Ik denk 2 hoog voor de zombies tot nu toe. Alleen de zombies worden uiteindelijk ook sterker. Dus dan kunnen ze ook door de muren heen breken. Daarmee moeten we wel oppassen. Oké, kijk eens aan. Dit is perfect. Dat heb ik niet gezegd. Ja, dan weet je het nu, Luke. Oké. Oké, zo. Hallo? Ik hoorde iemand. Hoorden jullie dat ook? Hallo? Is er iemand? Ik hoorde allemaal bosjes heen en weer gaan. Ik vertrouw het niet helemaal hier zo. Oké, eens even kijken. Zo, die wat lager. Oké, de basis moeten we 2 hoog maken overal, zodat we hier een beetje veilig zitten. En dan moeten we wat ingangpoortjes maken. Kijk eens aan. Oké, we hebben er nog 2 nodig. Oké, laat ik dit boompje maar omhakken. Oké, dan gaat hij in één keer. Hoppa! Oké, ik merk wel dat we niet te veel moeten breken in één keer. Dan gaat het laggen volgens mij. Klopt. Maar naar welke berg wil je eigenlijk toe gaan? Ik wil hier naar de overkant. Daar zo, die kant op. Naar die? Oké. Zorg alsjeblieft dat je niet naar beneden valt, oké? Ik ga mijn best doen, Dennis. Oké, eens even kijken. Ik ga hier dan een ingangpoortje van maken. Eens even kijken. Zo. Daar. En dan een paar sticks aan die kant. Voor de kijkers, bij de 750 duimpjes omhoog komt er weer iemand bij. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Ik kan Lotte denk ik niet killen. Dat is te gevaarlijk, oké? En het blijft Lotte. Dat kunnen we toch niet op ons geweten hebben met z'n allen? Ik ga me schuldig voelen als ik dat moet doen. Ik weet dat Lotte een zombie is, maar alsnog, ik voel me er niet fijn bij. Oké, eens even kijken. Zo, we maken dit allemaal hier. Oh nee, wat doe ik allemaal? Ik ben zo zenuwachtig. Oké, eens even kijken. Zo, daar en dan daar. Oké, perfect. Dan maken we daar wat poortjes van. Oh. Luke! Luke, wat gebeurt er, Luke? De brug slaat in!
Hallo? Luc, ben je naar beneden gevallen daar zo? Ja? Wat is er gebeurd? Is de brug ingestort? Ja. Heb je een blokje weggehaald? Nee. Weet je het zeker, Luc? Misschien. Want als je een blokje hakt, dan stort de hele brug in. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Oh, ik heb het verkeerde gebouwd. Oh nee, ik heb het verkeerde geplaatst. Dus even kijken. Zo, heb ik nou letterlijk hekjes gemaakt? Oh, ik heb hekjes gemaakt. Ik wou poortjes maken. Ja, Luc, het is zeg maar zo dat als je iets weghakt van de brug, dat de hele brug instort. Je mag niks verkeerd plaatsen. Ja, okay, dat heb ik gemerkt. We hebben bijna de 750 duimpjes omhoog. Geef Lotte melk. Denken jullie dat melk gaat helpen? Ik weet niet of melk helpt. Dat is misschien wel een goed iets om te proberen. Alleen daarvoor hebben we een emmertje nodig. Oké, laat ik de rest van het hout hier ook nog allemaal mee gaan nemen. Kijk, perfect. Dan hebben we al dit hout. Dan kunnen we daar wat planks van maken. En hier maken we ook planks van. Oké, dit doen we dicht. Oké, 770 kijkers. Welkom iedereen. Voor de mensen die het niet weten, Lotte is letterlijk veranderd in een zombie. Oké, zo, we maken een gate op die manier. En dan moeten we hetzelfde weer doen. Zo, up, daar en daar. Hup, en weer een gate. Oké, perfect. Dan hebben we er nu twee. Oké, dan is de basis hier tenminste goed beveiligd. Dus even kijken. Zo, die daar. En, oh, Dennis, dan moet je die wel goed plaatsen. Oh, nu moet ik weer... Ik ga je al weten, Dennis! Oh nee! Help! Dennis, je gaat eraan! Je gaat eraan! Lotte, hier ligt een appel. Pak deze. Appel! Lotte, ik ben het! Ik ben het, Dennis! Appel! In de kooi. Appel. Snel de kooi in, Dennis. Wat gebeurt er met me? Lotte, ik heb een appeltje voor je. Kom maar, Lotte. Kom maar. Dennis, lekker appeltje. Wat doe ik hier? Lotte, een lekker appeltje. Appel. Een lekker appeltje, Lotte. Oké. Appeltje. Een lekker appeltje, Lotte. Oh. Hij ligt daar binnen, hij ligt daar binnen! Appel! Hoe kon ze die deur openen, Luc? Hoe kon ze die deur openen? Heb jij die open gelaten? Nee, Dennis. Nee, ik heb niks gedaan. Laat de deur dicht, Luc! Ja. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid, Lotte. Het is niet anders, oké? Okay? Oké, Dennis. Ik voel me echt niet lekker meer, Dennis. Ik schrok me kapot! Oké. Oké, Luc, die brug hebben we zo snel mogelijk nodig, oké? Ja, ik ben bezig. Oké, ik maak hier een poortje. Oké, we hebben de 750 duimpjes omhoog gehaald. Dat betekent dat er iemand bij kan komen. Oké, wie komt erbij? Wie komt erbij? Jullie moeten allemaal sturen. Help Dennis. Help Dennis in de chat en in de reacties. Oké. Wat is dit nou weer? Hallo? Hallo? Wie ben jij? Wat is hier? Oh! Dries, ben jij dat? Hoor. Ja, dat ben ik. Ja. Dries, wacht. Achteruit. In hoek. Maak geen zo... Draai je langzaam rond. Langzaam een rondje. Heel langzaam. Oké, niks doen, oké. Wat ga je doen? Langzaam draaien. Blijven draaien. Blijven draaien? Wat? En nu? Ben je misselijk? Misselijk? Nee. Heb je koorts? Ik heb het een klein beetje koud, maar dat is geen koorts. Het is de buitennatuur. Hoe ben je hier gekomen? Te voet? Te paard? Te auto? Er bestaan geen auto's in Minecraft. Te voet. Ik zag hier zo'n lichtje. Van het kampvuur natuurlijk. En toen dacht ik van... Ben je een zombie tegengekomen? Wacht. Weet je over de zombie-invasie? Nee, de zombie-invasie. Ja, ik heb wel gewerkt met een professor die daarmee bezig was. Hij zei allemaal, ja, over een jaartje komt er een zombie-invasie, we moeten voorbereid zijn. En ik zei, ja, het zal wel, snap je. Maar, wat is dat? Ja, ik zie daar iets... Wacht. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar... Het zal wel, snap je? Ja, ik dacht, zombie-invasie, dat is helemaal niet waar, snap je? Dus ik heb wel een beetje geleerd over zombies en zo, en wat het tegengif en zo, maar ja... Wacht! Zeg dat nog eens! Het tegengif! Tegengif, ja. Wat is er dan? Jij weet het tegengif van een zombie. Hoe je een zombie weer een mens kan maken. Het wordt niet wakkelijk. Je hebt natuurlijk drie fases in een zombie. Oké, vertel. Ik kom hier bij het kampvuur. Ik luister. Ik doe de poort dicht.
Oké. Okay. Ja, wat je net dus al vroeg van, ja, ben je misselijk? Dat is dus de eerste fase, misselijkheid. Ja. Ik zag er, wat is er met diegene trouwens? Voelt ze zich misselijk of zo? Dat ze daar in een Kort, kooi zit? Misselijk! Ze maakt rare zombiegeluiden! Ze wil mensen opeten! Dat is wel een beetje, ja, fase 2 is En dus ze wordt beetje... sterker! Oké. Okay, zombies kunnen normaal nooit deuren openen, maar zij konden het wel. Zij kon het wel. Ze kon het wel. Ik denk dat ze niet... Dat is fase 2. Ze zit niet in haar laatste fase. Ik laat je haar zien. Kom mee. Oké. Okay. Kijk goed naar haar hoofd. Naar haar hersenen. Oké. Ze is nu het helemaal. Fase 3. Dat is het einde oefening. Dan kunnen we haar niet meer terughalen, denk ik. Oké, hoe kunnen we haar redden? Help me, alsjeblieft. Ik wil dat niet verliezen. Zombies eten dus appels ook. Appels en vlees vooraan. Ik denk dat ze maar appels lust. Maar dit is natuurlijk een normale appel. Dat is niet de bedoeling. We hebben een gouden appel nodig. Dat is het tegengif. Een gouden appel is het tegengif tegen een zombie. Ja, dus we moeten wel... Er zit geen tijd meer. Kijk hoe ze eruit ziet. Wacht. Jij hebt gewerkt met een professor. Een vraag van de kijkers. Werkt melk? Melk? Ze drinken geen melk, denk ik. Ik weet dat niet, oké? Geen melk, Ik ben niet de professor zelf, hè? Nee, oké. Luister. Die zombie-invasie waar de professor het over had, al die tijd al, dat is nu werkelijkheid geworden. Het is werkelijkheid geworden. Ik weet het of je het hebt gezien. Toen je hier naartoe kwam, is het je onderweg opgevallen dat het geen dag meer wordt. Het blijft nacht voor altijd, wat je ook doet. Ik weet niet, ik dacht geen kom gewoon in de nacht. Kijk naar de maan. De maan verplaatst gewoon niet. Het verplaatst niet. Ben je op het vasteland geweest? Waarschijnlijk niet. Nee, ik ben niet op het vasteland. Oké, luister. Dit is de basis waar we nu zitten. Daar zijn we veilig. Om de basis zit allemaal water. Zombies haten water. Maar zodra we de brug hierover gaan en op het vasteland komen, dan is het raak. Dan is het heel erg gevaarlijk. Is de brug niet al af? Kunnen we niet even gaan kijken of zo? Want het zal vast niet zo heel erg zijn, denk ik. Oké, we moeten wel echt oppassen. Is een brug, het is een beetje hoog, of niet? Het is heel erg hoog. We hebben sowieso nog hekjes nodig aan de zijkant. Jongens, pas op. Oké, hier wil je helemaal niet naar beneden vallen. Het brok het ook een beetje af. Ik zag net al iets in de vechten. Dennis, ik zag net al iets in de vechten. Ik weet het allemaal niet, oké? Dat links loopt de zombie. Kijk, links van je, pas op! Pas op, dat zijn de zombies! Pas op. Ik zei toch, de zombies zijn niet zo... Hij beet hem arm. Heeft hij je gebeten? Ja, in mijn arm, ja. Dat meen je niet. Luc, pas op. We moeten hem opsluiten. Oké. Wow! Oké. Ik denk dat we een zombie uiteindelijk moeten opsluiten om daarop te experimenteren en dat soort dingetjes. Als we niet snel een golden apple vinden, hè, dan ziet Lotte er ook zo uit. Maar Dries, je bent nu gebeten. Wat gebeurt er nu? Ja, gebeten is nog niet zo heel erg. Maar al komt er bloed in je van de zombie zelf, snap je? Van hun mond of zo. Ja, dan is het foute boel. Oké, jij hebt met de professor gewerkt. Hoe kunnen we merken aan iemand dat hij langzaam verandert in een zombie? Wat zijn de eerste symptomen? Dat is dus wat ik zei. De drie fases. Oké, hoe reageert hij als eerst? Ben je misselijk? Ik ben niet misselijk, nee. Die fase kan wat over een lange periode duren. Oké, we zijn dus nu op het vasteland. We hebben eten nodig. Wow! Wat gebeurde met dat schaap? Hij ligt hier. Waar ligt hij, Luc? Hij lag net op de grond. Oké, we moeten wel een pad maken dat we weten wat de weg naar huis is, naar de brug. Wat is dit dan? Houdt iemand wel Lotte in de gaten? Wat als ze weg is? We moeten terug. Want zoals ze zei, ze zit niet in de laatste fase. Hou jij de wacht! Ja, ik zal proberen, ja. Oké, ik kom er zo aan, oké? Ik bekijk nog heel even dit gebied hier zo. Oké, luister voor de kijkers die net komen kijken. Elke minuut die erbij komt, worden de zombies in deze wereld steeds gevaarlijker en gevaarlijker. En uiteindelijk komen er echt honderden zombies op je af. Oké, laten we dit schaap killen, we hebben eten nodig. Oké, we moeten dus wel echt oppassen hier zo. Het is hier helemaal niet veilig, kan ik je vertellen. Maar ik heb betere tools nodig. Ik heb stenen tools en dat soort dingen uiteindelijk nodig. Hallo? Ik hoorde iemand in de bosjes. Hoorde jullie dat ook? Trouwens, bij de 1000 duimpjes omhoog komt er weer iemand in de server. Dus zeker een duimpje omhoog. Oké, en laat ook weten in de reacties. Vinden jullie dit vet? Vinden jullie dit tot nu toe heel erg leuk om te zien?
Welke kant moest ik op? Kwam ik nou van die kant of kwam ik van die kant? Ik kwam volgens mij van deze kant. Kijk hoe raar het is. Daar is de zon die probeert op te komen en daar is de maan. Maar de zon komt niet op. Oké, we hebben iron tools en dat soort dingetjes nodig. We moeten iron vinden. En ik zag hier volgens mij een cave waar Luke langzaam inging. Maar het blokhok is ook heel erg raar. Oké, hier zit kool. Oké, het kool ziet er heel erg raar uit. Kijk hoe de stenen in elkaar vallen wanneer je het hakt. Wow. Auw! Oh. Dennis! Wow, de hele bergen zijn gestort op mij! Dennis, je moet hier weg. Er komen honderden zombies aan met z'n twaalf. Oh nee! Help! Help! Ik zit vast hier! Ik zit vast hier! Ik zit vast! Dennis, je moet rennen. Oh nee, ik heb eten nodig. Ik heb eten nodig. Oké, ik moet terug. Ik moet terug. Luke! Als je iets gaat hakken of gaat minen, stort de hele berg stort in! Oh nee. We moeten opschieten. Oh nee! Oh nee, ze hebben zwaarden! Ze hebben zwaarden! Oh nee. Oh nee, 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 nee. Ik moet de brug over. Ik moet de brug over. Ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Dennis, kom. Rennen, rennen, rennen. Oh nee, 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 nee. Oké, ik kom eraan. 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 Ze wachten ons op. Oh, laat maar. Ik zie ze niet meer. Ze zijn in de verte. Ik denk dat ze niet durven over de brug te steken. Ik denk het ook niet. Oké. Oké. Oké, we zitten hier veilig. Bij de basis zijn we veilig. Luke? Luke? Dennis, de deur staat open. Luke? Weet jij waar Lotte is? En pas op, pas op. Ze zit... Hup, ze zit... lopen, hup! Echt? Sorry! Lopen, lopen! Geef haar een appel, geef haar een appel, nu! Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oh! Ja, ze was ontsnapt. Ik heb haar snel terug kunnen vinden. Ze was ontsnapt! Ja, ik zag haar nog rennen. Naar binnen! Luke, naar binnen! Luke, naar binnen! Luke, naar binnen! Luke, naar binnen! Naar binnen, naar binnen, naar binnen. Zorg dat je niet gebeten wordt, zorg dat je niet gebeten wordt. Ik rare beweging, ik zwaai, hè. Oké, sorry. Ga. Maar hoe kan hij haar bijna zo hard pakken? Hij is ook gebeten, hè. Hup. Gaat verder alles goed met je? Ja, bij mij gaat alles goed, maar ze proberen te ontsnappen. Ja, oké, we hebben een probleem, we hebben een probleem. Ik probeerde het te minen en de hele cave stort in. De cave stort in als je mint en alle blokken vallen op je hoofd. Je kan daardoor, daardoor gewoon geplet worden, hè? Ja, tuurlijk, ja, maar... Ik heb twee stacks cobblestone gekregen hierdoor. Twee stacks? Ja, omdat de hele cave stort in! Ja, misschien kunnen we een beter huisje maken voor deze ja, zombie... We hebben een veel groter probleem. Wat die is... zombies. Er waren er duizenden zombies wel met zwaarden en alles. Dat waren echt zwaarden? Heel veel zombies. Ja, aan de overkant, moet je kijken. Kom, we gaan kijken, we gaan kijken. Oké, okay, jij gaat vooraan, jij gaat vooraan. Oké, okay, Luke, ja, maar... Luke. Ik geef wel wat stenen, kan je eventueel het huis een beetje upgraden. Het huisje van Lotte. Maar pas op, zodra je één blok weghaalt, stort alles in daar zo. Oké. Okay. Okay. De tent niet, alleen het huisje van Lotte. Oké, okay, ja. Ik kom eraan, ik kom eraan. Hij komt, hij komt, hij komt. Oké, okay, slaap van de brug af, slaap van de brug af. Oh, ze zijn echt hongerig. Ze zijn echt hongerig, wow. Hij ligt daar beneden. Oh, hij is helemaal naar beneden gevallen. Oké, okay, ja, langzaam naar voren, langzaam naar voren. Oké. Okay. Oh, hoeveel waren het er dan? Ja, ik was er niet bij. Ik zag er minimaal 6 of zo. Minimaal 6, 7. Zijn ze hier nog dan? Zijn ze niet bij jou in de cave gegaan of zo? Dat die stenen op hun vielen? Ik weet het niet. Nee, 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 nee. Ze liepen naar de brug, maar ze durfden niet over te steken. Hier, hier, weet je wat? Hier, pak mijn pickaxe. Probeer eens iets te minen daar van de muur. Te minen? Oké, probeer eens iets te minen van de vier. In de muur, in de muur. Oké, echt in de muur. Ja, ja, ja. Oké, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt! Oh, oh. Alles stort in. Zie je dat? Als je het blokje in het midden verbreekt, stort alles in. Oké, we hebben dat kool nodig. Kan je dat kool zien hakken? Oh nee, oh nee, oh nee. Ik hoor een zombie, ik hoor een zombie. Ga weg, ga weg. Ik heb hier een zwaard, ik heb hier een zwaard. Waar is hij? Ik zie hem niet. Zie jij hem? Ik zie hem ook niet. Maar hij is hier ergens, hè? Oké, okay, luister, ik heb dat kool nodig. Kan jij dat kool daar pakken? Ik bescherm je, oké? Okay? Ik bescherm je. Oké, okay, ik bescherm je. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, Hak het kool maar, hak het kool maar, als het goed is. Waar zit ergens? Waar zit dat kool? Voor me. Als je dat kool hakt, stort alles naar beneden. Dus je moet meteen een stap naar achter doen, oké? Okay? Oké. Okay. Ik zal proberen. Ik voel me wel een beetje duizelig. Ik weet niet.
Ik weet niet of dat hoe bedoel heel goed je is. Je kijk uit je... hier, jongen! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Au, 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 au! Ga weg! Oh, nee, dit is foutenboel. Dit is foutenboel. Zet hem achter! Kijk uit! Ah! Oh, nee! Help! Luc! Help! Wat is er? Ik zit in paniek, help! Ik kom eraan. Oh, nee. Oh, ik heb geluk dat er water zat! Oh, wat gebeurt hier? Ik ging bijna dood. Oké, ik moet naar boven. Ik moet zo snel mogelijk naar boven. Oh, nee. Oh, nee. Omdat we natuurlijk niet hebben geslapen, zijn die dingen daar. Oh, ook dat nog. Oké, meer blokken. Oké. Oh, dat scheelt echt niks. Oké, naar boven. Oh. Oké, ik ben er. Oh. Ik moet op adem komen. Oké, Luc, is er een manier dat we kunnen zorgen dat die vogels niet meer komen? Is daar een manier voor? Zeg maar alsjeblieft dat daar een manier voor is. Alleen, dat kan niet, want het blijft voor altijd nacht. Maar... kan ik niet proberen te slapen in mijn eentje? Dat kan misschien wel. Maar dan moet iedereen een bed hebben. Nee, wacht! Lotte is dood, dus Lotte heeft geen bed te hebben. Alleen jij hebt een bed nodig. Heb je een bol? Ik heb één bol. Ik heb twee bol. Want... Oké, dat is perfect. Dan kunnen we daar hier... Als jij een bed maakt... Oké, dan kunnen we als het goed is proberen te slapen met z'n tweeën. Want het kan wel nacht blijven, maar we kunnen wel slapen, zolang het maar nacht blijft. Oké, dit is echt heel erg eng. Oké. Oh, ik ben geraakt. Oh, dat was vol mijn hoofd volgens mij. Oh, ik heb een beetje bloed. Probeer zo te chillen. Oké. Eentje heb ik dood. Oké. Lekker, Luc. Ik blijf binnen. Goed zo. Nog één. Okay. Ik zie helemaal niks, al het bloed. Luc! Het is zeg maar zo dat als je heel erg low bent qua hartjes, begint je hart ook te kloppen. Oké, dat is... Luc, zet snel je bedje neer, oké? We moeten proberen te slapen. Ik lig in mijn bedje. Oké, kom op. Ik hoop dat het werkt. Wacht. Nog eentje doodmaken. Ik hoop dat het werkt, het slapen. Hij gaat niet dood. Oké. Jullie moeten allemaal helpen in de chat sturen. Dan komt er weer zometeen iemand bij. Alleen moeten we eerst proberen te slapen. Alleen het wordt geen dag volgens mij als we slapen. Oké, Luc, heb jij een bedje? Moet ik nu gaan slapen? Ja, slapen. Oké, ik ga slapen. Oké, er moet nog één iemand slapen. Maar als het goed is, gaat hij hem overslaan. Omdat diegene is... dat is Lotte, denk ik. En die is een zombie. De zombies kunnen niet slapen. Oké, eerst even kijken. Iedereen stuurt help in de chat. Oké, ik hoop dat het werkt. Dennis? Ja? Ik denk dat je eerst even naar de brug moet. Hoezo? Ik weet niet, ik heb gewoon een nagevoel eventjes. Voor Dries of zo. Wat daarover gesproken, waar is Dries? Ja, daarom. Ik denk dat we nog even naar de brug moeten kijken. Je wil de brug... Ja, maar luister! We moeten slapen, Dennis, want als de vogels komen, ga ik dood! Dan ga ik dood! Dennis, Dries is belangrijker. Kom, ja, maar... nu. Weet je zeker dat de vogels niet komen? Ik weet het zeker. Ik maak ze alles dood. We moeten nu gaan kijken. Oké, ik volg je. Want als ik afval, dan kan je doodvallen. Oké. Weet ik, oké. Jongens, ga van de brug af! Dries, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik moet het doen voor jullie! Wat moet je dat net, Dries? Nee! Nee! Hij heeft de hele brug weggehaald! Nee, dat meen je niet. Luc, pas op! Oké, de hele brug is gesloopt. Als hij één blokje sloopt, sloopt de hele brug. Dennis. Wacht. Ik denk dat hij dood is. Is hij niet in het water geland? Volgens mij viel hij er lang. Dries! Hallo! Dries!
Ries? Luc? Ik hoor hem niet! Kan je hem zien met je vergrootglas? Ik zie hem ook niet, zie jij hem? Probeer eens! Ik, Nee. Dries! Heeft hij zichzelf nou opgeofferd om ons te redden? Zag je die zombies achter hem? Dat waren er heel veel, dat waren er honderden volgens mij! Hij heeft ze allemaal meegenomen. Ze staan daar gewoon nog. Maar... Hij is weg. Ik zie hem echt niet, Dennis. Wat is er, Dennis? Luc, ik ben iets vergeten te vertellen! Wat? Als je doodgaat in deze Minecraft hardcore wereld... dan... ga je niet in spectator mode! Wat gebeurt er dan? Je verandert ook in een zombie! Dus dat betekent dat Dries nog wel leeft, maar... hij leeft als een zombie. En dat betekent dat hij ons niet meer herkent. En het enige wat hij wil is ons opeten. Dus dat betekent dat hij bij het zombie-leger hoort. In deze wereld kan je namelijk niet doodgaan. Zodra je doodgaat in hardcore, ben je dood. Maar je bent dan een zombie. En ja... Dennis, dit vind ik niet leuk om te horen. Luc, weet je ook dat het niet zomaar 100 dagen is? Deze wereld gaat namelijk sneller dan de normale werelden. Omdat de zon gaat nooit onder, de zon gaat nooit op, de maan gaat nooit op en de maan gaat nooit onder. Snap je? Hoe kunnen we hier ooit weg dan? Hoe kunnen we dat ooit winnen? We moeten uiteindelijk de leider van de zombies verslaan. Er is één leider van de zombies. Als we hem verslaan, dan wordt de hele wereld weer normaal. Dennis, waarom heb je me dit niet eerder verteld? Ik weet het niet, oké? Ik weet het niet. We moeten om hulp vragen. Kan jij iemand bellen? We hebben een 1000 duimpjes omhoog. Probeer iemand te bellen, oké? Ik ga iemand bellen, oké? Dan moet ik als signaal zoeken. Dus ik ga daarachter. Ga jij maar even iets anders doen, oké? Ja, ik ga bij Lotte kijken, oké? Ik ga bij Lotte kijken en kijk eens om advies vragen. Oké. Ja. Oké. Hallo, signaal. Oké, luister. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen met z'n allen? En trouwens, we hebben 1200 kijkers. Vind je dit zombieavontuur ook echt super vet? Doe dan zeker een duimpje omhoog met je linkerhand. Oké, dit is een probleem. Ik wil best Alex bellen, maar zoals Luc al zei, heb je daar signaal voor nodig. En ik hoop dat we later vandaag Alex misschien kunnen bellen met dat signaal. Want het belangrijkste is, het signaal dat we nu hebben om te bellen, hebben we nodig om alle vrienden in de server te krijgen. En als we te veel signaal gebruiken, dan hebben we uiteindelijk niet genoeg om alle vrienden hierin te krijgen. Ja, Luc... Ik heb net proberen zoveel mogelijk mensen te bellen, maar alleen Fleur kon opnemen. Dus Fleur komt er zo snel mogelijk aan. Fleur komt ons helpen? Ja. Oké, dat is perfect, dat is perfect. Ik ga bij Lotte... Lotte? Ja? Hoe gaat het met je? Ik wil je opeten. En dan neem ik afstand. Afstand. Lotte! Probeer dit eens te eten. Oh, vlees! Dat is cannibalisme. Appel! Kom, de appel! Het is zeg maar... ja, het is van rotvlees. Maar ze vindt het... dat is cannibalisme. Vond je dat lekker? Het is inderdaad zombievlees, maar als ze het opeet is het goed. Oké, ik hoop dat Fleur... Wacht. Bel Fleur opnieuw! Zeg dat ze een gouden appel mee moet nemen! Zeg dat ze mee moet... Nee! Fleur? Nee. Ja. Fleur. Ja. Je weet dat jij en ik allebei van gouden appeltjes houden, toch? Ja. Klopt. Zeg maar alsjeblieft dat je er één mee hebt genomen, alsjeblieft. Tuurlijk, heb ik toch al... Je hebt één bij je! Altijd bij. Oh, dat is perfect! Mag ik die? Ja, tuurlijk, alsjeblieft. Oké. Jullie moeten even de tent in, oké? Voor de veiligheid. Oké. Fleur, Luc praat je zo meteen bij. Wat is er, Luc? Oké. Je weet toch wel dat Tris is er nu niet meer, maar misschien is dit niet de hele manier om Lotte te genezen. Misschien is dit gewoon een tijdelijke oplossing. Dadelijk geven we de... Moeten we niet eerst wat onderzoek doen of zo?
Ik heb geen keus. Je weet hoeveel ik geef om Lotte en dat soort dingen, oké? Oké, ik wil even wat tijd voor mezelf. Jullie kunnen bijpraten hier, oké? Oké. Of weet je wat? Misschien kunnen jullie beter de brug gaan repareren. Dat is denk ik beter. Dat is beter. Oké. Als jullie samen de brug repareren, dan ga ik hier met Lotte praten. Lotte? Ja? Ik weet dat er stiekem in juist nog een klein beetje Lotte zit in plaats van alleen maar zombie. Dat denk Lotte? Ik niet. Ik denk omdat het al weg is. Lotte, ik ben het Dennis. Dennis? Lotte? Wie is dat? Ken je me niet meer? Eten! Lotte, luister! Ik ben het! Wie? Dennis, ik geef om je, oké? Eentjes. Eentjes, hier komen! Wat moet ik doen? Moet ik haar de gouden appel geven? Moet ik haar proberen te redden? Wat moeten we doen? Wat moeten we met z'n allen doen? Oh, nee. Moet ik... De liefde en dat soort dingetjes allemaal zeggen tegen Lotte? Misschien dat ze maar dan herkent? Lotte! Lotte, ik ben het Dennis, je vriendje, hallo! Wie is dat? Lotte... Dennis, ik geef om je, Lotte. Ik vind je leuk, hallo. Ken je me nog? Dennis, help me! Lotte! Help niemand. We gaan niemand helpen hier. Lotte, gouden appel! Appel, Dennis, geef me die appel! Lotte, eet het op! Lotte, eet het op! Lotte, pak de gouden appel! Pak de gouden appel, Lotte! Oké. Lotte, eet het, oké? Eet het op! Nooit! Lotte, eet de gouden appel op! Nee. Lotte, eet het op! Nu! Weet je het zeker? Lotte, eet het op! Dennis, ik wil je weg als je Lotte, wil. Eet de gouden appel! Eet de gouden appel, Lotte! Oké. Ga weg alsjeblieft! Lotte, eet hem op! Eet hem alsjeblieft op! Oh, nee. Oké. Ik weet niet wat ik moet doen! Ik weet niet hoe ik haar moet redden, oké? Oké, ik heb jullie hulp hierbij nodig. Ik weet dat Fleur magische spreuken kan. Als we met z'n allen de 1500 duimpjes omhoog halen, kan Fleur die magische spreuk doen. Ik moet het Fleur vragen. En dan komt er ook een nieuw iemand bij. Oké, de brug lijkt zo goed als af te zijn. Oh. Wat gebeurde daar? Hallo? Wat was dat? Luc, Fleur! Help! Dennis? Help! Wat is er aan de hand? Help, deze kant! Oké. Oh, nee, ik zag iets. Ik zag daar iets achter, ik meen het, ik zag daar iets. Ik zag daar iets. Gaan we kijken? Geef me je Iron Axe! Ik heb geen Iron Axe. Je Steen Axe, het lijkt op Iron. Oké. Oké, volg mij. Ik zag hier iets achter. Hier, Fleur. Oké. Oh, dankjewel. Laat jezelf zien, hallo! Hallo? Ik meen het, Fleur. Ik zag hier echt iets. Oké. Hallo? Ik hoorde net een geluid, maar het is weg. Hallo, kan je geluid maken als je ergens bent? Oké, ik heb waarschijnlijk iets verkeerds gezien door de spanning en dat soort dingen, oké? Fleur? Ja? Kan ik even spreken bij het kampvuur? Ja. Weet je nog, die magische spreuken die je vroeger altijd deed, waar je... Ja, je had gezworen dat je dat nooit meer zou doen. Ja. Omdat je dat van je oma en dat soort dingen niet meer mocht doen. Ja. Zou je bij de 1500 duimpjes omhoog het alsjeblieft willen doen om Lotte te redden voor de laatste keer, alsjeblieft? Ik weet het niet, Dennis. Fleur, alsjeblieft. Ik smeek het je, de kijkers willen ons helpen. Voor Lotte dan, oké? Oké. Maar het is echt de laatste keer. Alleen bij de 1500 duimpjes? Dennis? Wat is dat?
Dennis, wat was dat? Wat rende daar? Ik weet het niet. Het was heel snel. Wat was dat? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Komt daar een zombie aan? Er komt daar een zombie aan! Oh. De baas is beschermen! Oh nee. Vlug aan de kant, vlug aan de kant. Jou mag ik niet verliezen. Ik heb jou nodig, oké? Okay? Oh nee. Kijk wat er gebeurt als een zombie doodgaat. Het lijkt alsof hij niet helemaal doodgaat, maar gewoon langzaam verdwijnt. Hallo? Wat is dat? Hallo? Fleur? Ja? Waar is Luc? 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 Oh, nee, hè? Oh, dit gaat fout, dit gaat fout. Is hij naar de overkant? Wacht! Alfred zegt in de chat of in de reacties... een zombie Herobrine. Wat? Alle kijkers zeggen dat het Dries is, die zombie. Dennis? Dennis? Ja, Fleur, wat is er? Waarom kijk je zo eng? Dennis, het zat. Wat staat daar? Wat is dat? Ik ga proberen dichterbij te komen. Oké. Oh, hij loopt weg. Wat is dat de hele tijd? Maar wat was het überhaupt? Ik weet het niet. Ik weet dat de zombie-leider kan verdwijnen en kan teleporteren. Ik denk... Dennis? Wacht. Dries, ben jij dat? Dries! Wat was dat? Dennis, ik ben weer teruggekomen, want ik hoorde hele gekke geluiden. Luc. Kom maar snel. Oh nee, waarom riep je me nou? Nu is hij weg. Oh, hij is weg. Oké, luister, we hebben een plan nodig. Is er iemand die ons kan helpen die verstand heeft van dit soort dingen? Oh ja, dat was... Oh nee, pas op! Help. Oh nee. Oké, we moeten schuilen. Moeten een nacht overslaan met z'n allen. We hebben allemaal een bedje nodig, oké? Okay? Ja. Maar ik heb geen bedje. Help. Oké, als het goed is, kunnen we de beesten doden als ik ga slapen, oké? Okay? Oké, laten we het proberen. Oké, eens even kijken. Jongens, wat moeten we doen? Laat het allemaal weten in de reacties. Wat moeten we doen? We hebben een plan nodig. Wat moeten we gaan doen? Wat moeten we bouwen? We hebben de 1500 duimpjes omhoog nodig en we zijn er bijna. Oh nee, ik ga dood. Doe de deur dicht, Ik ben echt bijna dood, Dennis. Oké, Fleur, stap naar achter, Fleur. Ik stap naar achter. Wat is dat allemaal voor het huis? Dat is een zombie, Dennis. Er staat een mini-zombie. Heeft hij een wapen? Oh nee. Oh, er staan heel wat zombies! Oh. Wat is dat? Hij lijkt op Dries. Ik meen het, hij heeft hetzelfde pakje als Dries. Oh nee. Een baby zombie. Kijk uit! Help, ik ga dood! Nee! Fleur, misschien kan jij je magie gebruiken en Dennis snel terugbrengen. Ja, kan dat, denk je? Ja, je kan het. Nee. Ik ben 100% zeker. Moet ik het proberen? Alleen Fleur kan me redden, maar Fleur kan me niet meer horen! Fleur, ik weet zeker dat jij dit kan. Dennis? Hoe ben ik weer tot leven? Ik knipte mijn vingers. Ik wist niet dat dat zou werken. Hoe ben ik weer tot leven? Ik weet het niet. Wat doe eens een stap naar voren. Ik ga een stap naar voren. Leuk gezegd of zo? Nee, ik knipte alleen naar mijn vingers. Maar dat was gewoon om een spreuk te bedenken eigenlijk. Maar ik weet het niet. Heb jij me weer tot leven gebracht? Ik denk dat ik het was. Ik heb mijn spullen nodig. Ik heb je spullen. Hier dan. Wacht! Niet in de buurt komen, Fleur! Oké. Oké, we moeten de vogels kwijtraken. Alle vogels moeten weg! Oké, luister, Fleur. Ja? Ik durf niet om naar mezelf te kijken. Ben ik groen? Ik ben een klein beetje kleurenblind, maar volgens mij ben je geel. Ben ik geen zombie? Hoe voel je je? Oké, ik ga naar mezelf kijken in 3, 2, 1! Ik lijk nog normaal. Ik voel me ook normaal.
Oké, er is niks aan de hand. Heb je mijn zwaard? Wacht. Laten we 1,5 meter afstand houden. Gewoon voor zekerheid. Oké. Ik heb jouw ex. Nero, ik heb je spullen. Maar... Hoe kan het zo zijn dat jij me tot leven kan wekken? Ik weet het niet. Maar wacht! Je had gezegd dat je maar 1 spreuk zou doen. Betekent dat dat je Lotte niet meer tot leven gaat wekken? Jawel, toch? Ik weet het niet, Dennis. Ik heb het gezworen om het nooit meer te doen. Alsjeblieft, Fleur, alsjeblieft! We hebben bijna de 1500 duimpjes omhoog! Bijna! Luc, moet ik het doen? Alsjeblieft, Fleur, alsjeblieft! Oké, als de kijkers het binnen nu en 30 seconden halen. 1500 duimpjes omhoog. Wil je het dan alsjeblieft doen? Alsjeblieft. Oké, ik kan het proberen. Oké, kom op. We moeten het doen met z'n allen. Kom op, alsjeblieft. Kijk of jouw duimpje omhoog een bepaalde kleur heeft. En laat weten in de reacties in de chat. Welk kleur is jouw duimpje omhoog nu? Ik heb al jullie hulp nodig. Oké, de 30 seconden gaan nu in. We moeten het met z'n allen doen. Iedereen druk op het duimpje omhoog natuurlijk. Oké, we kunnen het halen. We kunnen het halen met z'n allen. Oké, maar luister. Hoe kan het zo zijn dat er zoveel zombies onze basis inkwamen? Ik denk dat de zombies steeds sterker worden per nacht of zo. Ik weet het niet. Oké, ik hoop dat de volgende vriend armor bij ze geeft voor ons allemaal, oké? Maar wacht even, het hek staat open, hè? Oh. Daarom kwamen de zombies denk ik binnen, omdat het hek open stond. Ja, dat ik denk het. Oké. Fleur, we hebben de 1500 duimpjes omhoog! Echt? Kan jij alsjeblieft Lotte genezen? Ik heb maar... Wie dat ook is? Fleur? Ja? Wat is dit hier? Het zijn hoofden. Dat zijn niet zomaar hoofden, dat zijn zombiehoofden. Hoezo gloeit het? Maar... Is het alleen bij mij? Hoezo geven de ogen allemaal licht? Ja, ik weet het niet. En waarom offeren de zombies zich op dat ze hun zombiehoofd achterlaten? Ik weet het niet. Is dat een geschenk van de zombieleider? Ik weet het niet. Oh. Wat? Bewegen ze? Wacht. Ik kan ze oppakken! Oh. Dat is niet heel erg gezond. Dennis, kijk eens. Boe. Wow. Luc! Luc, pas op. Wat nou als je die opdoet en dat je dan zelf verandert in een zombie? Nooit meer doen, oké? Oké. We moeten dit ook afzetten. Met hekjes en dat soort dingen. Oké, dit moet allemaal dicht. Oké, aan de kant. Waarom kan je de spreuk niet doen? Auw! Oké, Fleur, je moet een spreuk doen! Dennis, ik weet niet of ik genoeg kracht heb. Ik denk dat de chat me misschien moet helpen, Dennis. Wie moet je helpen? Moet ik je helpen? Misschien moet de chat me helpen. Ik weet het niet. Oké, hoe kunnen de kijkers je helpen? Dennis? Ja? Hebben wij niet Fleur, zeg nou maar hoe de kijkers je kunnen helpen! Dennis, waar is Lotte? Fleur, je draait helemaal door! Wat bedoel je? Dennis, waar is Lotte? Je moet nu de spreuk doen. Fleur, er is geen tijd! Kom op, we hebben geen tijd! Ik pak mijn klok erbij. Hoe bedoel je waar, Lotte? Lotte zit in de kooi achter mij! Fleur, zeg nu hoe de chat je kan helpen. Fleur, zeg nu hoe we die spreuk moeten doen. Er is geen tijd! Om! Hoezo sla je me, Fleur? Dennis, draai je om! Wat? Fleur? Ja? Waar is Lotte? Dat probeer ik je net te zeggen. Ik weet het niet. Hey, daar is die weer. Waar is Lotte, Fleur? Waar is Lotte? Ik weet het niet. Lotte, ben je hier, Lotte? Oh, nee. Wacht. Er ligt hier wel een zombiehoofd op. Oh, nee, niet hij weer. Waar is Lotte? Horen jullie hem ook zo zacht? Praat harder, zombie! Praat harder! Wat zeg je allemaal? Ik denk dat hij zegt dat we weg moeten ofzo. Wat zei hij? Weet je
weten jullie wat hij zei? Laat het weten in de chat. Wat zei hij? Ze is meegenomen? Wat zei hij? Ik verstond iets van... Jullie moeten weg hier, maar... Ik weet niet zeker of dat zo is. Ik verstond het ook. We moeten weg hier. Hij weet het niet dat je weg moet. Jullie moeten weg. Oh, nee. Maar één zombie vertelt ons dat we hier weg moeten. Waarom moeten we hier weg? We kunnen niet weg zonder Lotte. Maar misschien weet hij waar Lotte is. Luc, luister. Ja? Luc, je moet iemand bellen. Je moet iemand bellen met armor, oké? Okay? Ik heb goede spullen nodig. Bel diegene, oké? Okay? Armor. Ja. Oké, bel hem. Zorg dat je signaal hebt en pas op voor de zombies. Ja, doe ik. Oké, Fleur, wat is de tactiek? Wat moeten we doen? Moeten de kijkers doen zodat je spreuk doet wanneer we, Lotte tegenkomen? Ja, ik weet... Ze moeten misschien iets in de chat zetten dat mij meer kracht kan geven. Ik ben in paniek. Oké. We hebben Lotte nodig, anders kan ik de spreuk sowieso niet doen. Ja, maar Fleur, hoe krijg je meer kracht? Ik denk dat de chat iets in de chat moet zetten, zodat ik meer kracht krijg. Oké. Dat moet werken. Hocus pocus? Hocus pocus? Werkt dat? Ik weet niet hoe iemand die magie kan krachten krijgt. Misschien gewoon aanmoedigen. Ik denk dat dat werkt. Hupfler? Ja, maar dat heeft nu geen zin. Dat heeft nu geen zin, want Lotte is... Oh! Nee. Wacht. Wat zei die? Kan jij harder praten, zombie? Of we Lotte zoeken? Ja, ik zoek Lotte. Wacht. Wacht. Geef de zombie dit. Als het goed is, kan ik hem dan maar harder horen. Zombie? Oké, ik ga het regelen dat ik hem harder kan horen. Oké, ik moet het signaal harder zetten. Oké, ik moet er ook één vasthouden. Oké, praat met me, zombie! Praat met me! Ja, ik wil Lotte! Wat moeten we doen om Lotte terug te krijgen? Wat moeten we daarvoor doen? Wat zei je? Je wil Fleur voor Lotte? Fleur voor Lotte? Hoe zei ik? Maar krijg ik dan Lotte weer normaal? Nee. Dus ze blijft een zombie? Moment, ik moet het even bespreken. Oké, wat moet ik doen? Lotte blijft een zombie. Oh nee, de enge vogels zijn terug. Ik ga in mijn huis. Moment! Oké, Lotte blijft een zombie en ik moet Fleur ervoor geven. Dat ga ik niet doen, dat kan ik niet doen. We moeten hem killen. We moeten hem proberen aan te vallen. Gaan we hem aanvallen? Ik heb geen armor. Als hij de zombie-leider is, is hij te sterk. Wat moeten we doen? Wat nou als ik nee zeg en hij accepteert geen nee? Oké, jullie zeggen allemaal nee. Hallo? Fleur? Dries? Luc? Zombie-leider? Lotte? Dat meen je niet! Luc? Dennis, ik ben net terug van een belletje en ik heb Dave meegenomen en hij heeft spullen bij. Dave, zeg alsjeblieft dat je armor hebt. Alsjeblieft, zwaar de armor eten, ik heb alles nodig. Dennis, hij heeft net bij mij gepraat en hij heeft wel maar één zwaar en maar twee setjes iron armor. Oké, zorg dat ik alsjeblieft een setje armor heb en een zwaard. Heb je ook eten? Ik heb eten nodig. Zeg maar alsjeblieft dat je wat eten bij je hebt. Oh, alsjeblieft. Dennis. Wat zei je, Luc? Ik heb zo wel wat eten, maar pak maar eerst de spullen van Dave. Oké, Dave, mag ik de spullen? Zwart? Een armor, alsjeblieft? Ik heb het nodig. Dave,
Oké, perfect. Oké, we hebben tenminste nu wat armor, een helmpje, een shirt. Heb je ook een schild of dat soort dingen of dat niet? Mij niet, Dennis. Oké, heb jij wat armor? Heb jij wat eten voor me, Luc? Ik heb wat hier, ik heb wel 10 eten voor je. Oh, dat is perfect. Luc, Ja? Is Fleur net naar jou toe gelopen toevallig? Nee. Weet jij dan waar Fleur is? Is Fleur weg? Luister, de zombieleider kwam net naar me toe, oké? Okay? Hij kwam met een soort van regel. Hij zei, zoek je Lotte. Ik zei ja. Hij zei, als je Lotte wil hebben, dan wil ik Fleur. Fleur van Lotte. Maar Lotte werd dan niet normaal en Lotte bleef dan een zombie. En toen ik aan het overleggen was met de kijkers, kom ik naar buiten en nu is iedereen weg. Maar waar is Lotte? Ik weet het niet, Luc. Dennis. Ik weet het niet. Dennis, achter je. Lotte! Dennis? Lotte, ben jij daar? Dennis, ik voel me een klein beetje beter. Wat moeten we doen? Moeten we haar binnen laten of niet? Moeten we haar binnen laten of niet? Sluit toch op, heb je een appel? Laat me naar binnen alsjeblieft! Ik heb een appel, maar... Ik weet het Dennis, niet, ik heb niet alleen nog een spruit nodig! Het probleem is, Fleur is er niet, oké? Hoe kan het door de deur open? Ik kan er niet in! Oh. Ik weet niet wat we moeten doen! Dennis, ik weet zeker dat als we Lotte binnen kunnen laten, dat we op een manier ook iets kunnen doen. Maar we moeten haar binnen, want anders gaat ze dood. Oké, maar luister, ze is nu te sterk voor normale deuren. We moeten een kuil graven. Ik heb iron, ik kan een iron deur gaan maken. Dat werkt niet, een kuil is beter, geloof me. We hebben een kuil nodig, een diepe kuil hier zo. Oké, een kuil van minimaal 3 diep, oké? Minimaal 3 diep. Oké, heb jij een pickaxe? Ja. Oké, lokken erin. Oké. Oké, waar houden zombies niet van? Oh, vlees! Ik heb hier vlees! Rauw vlees! Oké, het gat is diep genoeg, oké. Oh, Lotte, ruik eens aan het vleesje! Kom maar mee naar binnen, kom maar! Deze kant op! Vlees! Hier, pak aan dat vlees! Oké, we moeten nu zorgen dat hier niemand in loopt, oké? Misschien kunnen we trapdoors maken. Oh, dat is heel handig! Oké, hoe maken we ook alweer trapdoors? Eens even kijken. Ik heb 2 trapdoors, Dennis. Met welk hout? Want ik heb meer hout. Trapdoors. Ik wil met normaal hout. Hallo, ik heb toch dit hout? Even kijken. Zo, ik maak wel een normale trapdoor. Zo, op die manier. En dan hier ook 2. Hup. En hup. Kijk eens aan. Wat trapdoors. Oké, perfect. En dan daar eentje op. En daar eentje op. Daar meer uit. Lotte, dit is voor je eigen best wil, oké? Oké, dit is perfect. Hier kan ze sowieso niet uit. Dennis. Ja? Ik heb een ideetje. Oké, wat is je idee, Luc? We moeten Fleur gaan zoeken. Want Fleur is ergens. Ze kan niet zomaar helemaal weg zijn. Wacht, ik had iron. Heb jij het iron? Of heeft zij dat? Dat is aan het smelten. Oh, hier, perfect. Dan maken we daar een schild van, Luc. Oh, ja. Is goed. Even kijken. Zo. Oké, ik maak een schild. Ik maak ook een schild. Kijk, perfect. Zo. Wat hoor ik allemaal? Ik hoor een zombie. Oh nee, er lopen daar allemaal zombies buiten. Oké. Kijk hoe eng die zombies eruit zien. Dennis, staat dus op de brug. Oh nee. Oké, ik heb hem. Kijk hoe die verdwijnt, die zombie. Dave. Kun jij hier blijven en een beetje het kamp verzorgen? En vooral Lotte in de gaten houden? Ja, Dave, hou de wacht alsjeblieft. Oké, hou de wacht. Ik denk dat we iets moeten doen. Oké, laten we op pad gaan, Luc. Laten we op pad gaan. Dennis, de brug. Kijk eens. Hoe bedoel je de brug? Zie je het niet? Ik zie hem staan daar in de verte. Wacht.
Luc? Wat als dit een val is? Wat als dit een val is? Ja, Luc hakt hier de brug naar beneden. Ja. Dat kan niet, dan zijn we echt dood. Maar we moeten wel. Hij weet waar alleen maar Fleur is. En okay. Fleur is de enige die Lotte kan redden. Oké, wil je dat we de brug oversteken? Doe dan een duimpje omhoog met je linkerhand. En een duimpje omhoog met je rechterhand als je dat wil dat we dat niet doen. Oké. Ik hoorde trouwens ook dat er zometeen iemand bij komt. Er komt bijna iemand bij. Bij de 2000 duimpjes omhoog. Oké. Ik denk dat hij dan zometeen komt. Oké, gaan we over de brug? Hij zegt kom, dus ik denk dat we daarheen moeten. Oké. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren voor meer zombie livestreams of video's. Oké. Hij moet afstand nemen van de brug. Dadelijk maakt hij hem kapot. Hij roept de hele tijd kom. Ja. Oké. Ik vertrouw het niet, Dennis. Ik vertrouw het ook niet, Luc. Maar we moeten wel gaan. Oké. Luc, heb jij iets van lampjes bij je, toortjes of iets? Ik heb toortjes. Hier. Oké. Perfect. Oké, eens even kijken. Ben ik de enige die aan het trillen is? Of heb jij daar ook last van? Jawel, maar ik heb ook hoogtevrees, Dennis. Dus ik heb ook mega veel hoogtevrees. Oké, we moeten hem volgen. Oké, wacht, ik neem een slokje water. Oké, ik ben echt helemaal aan het trillen. Oké, daar gaan we. Donker. Dennis? Oké. Is dit een val? Wat is dit hier zo? Ik laat haar vrij. Alleen als jullie weggaan. Maar... Hij riep ons zelf. Hij zei zelf dat we moesten komen. Hoe bedoel je dat we weggaan? Fleur? Kan je ons horen? Hallo? Ik hoor jullie. Oké, negeer de zombieleider. Breek het open, Luc! Hij heeft niks te willen! De zombieleider heeft niks te willen! Breek het open! Zo snel mogelijk! Oké, kom op. Kom op, Fleur! Kom! Fleur staat achter ons. Fleur! Oh nee! Wat moet je van ons? Luc, sta je achter haar! Bescherm Fleur! Bescherm Fleur. Oké, sta achter haar! Ik sta voor haar! Oké. Wat? Wat ga je doen? Oké. We gaan hem aanvallen, ja? 3. Fleur, jij rent naar de basis, oké? Ik ren naar de basis. 3! Ja? 2! Hey. En aanvallen! Hey. Kom hier! Oh, nee! Oh! Help! Oh, allemaal stenen vol in het water! Fleur! Dennis! Oh! Oh nee. Fleur, zo! Kom! Fleur, pak mijn hand! Kom, Fleur! Dennis, kom! Oh nee, ik red je! Oh nee. Fleur, deze kant op! Volg me! Oké, we moeten deze kant op. We moeten een stukje zwemmen, Fleur, oké? Niet zwemmen. De brug is ingestort. Het is donker onder water! Oh, Dennis, waar ben je? Ik heb heel veel water ingeslikt net. Oh, ik ook. Oké, ik heb niet heel veel blokken om naar boven te komen, ben ik bang. Oké. Ik moet een crafting table maken. Hou ze. Ik maak een pickaxe. Oké. Mijn hartslag gaat echt een keer. De zombie is echt slim. Oké, ik heb een pickaxe. Oké, met de pickaxe kan ik dit hakken. Maar oppassen dat de brug niet instort. De muur hier. Oh. Oké, de hele brug stort daarin. Maar die blok heb ik nodig. Oké, kom op. Deze blokken nog. Oké, ik heb nu... Oké, ik heb genoeg blokken, Fleur. Oké, volg mij. Ja, ik kom rustig achter je aan. Oké, deze kant daar, deze daar. Oké. Oké, we moeten langzaam naar boven zien te komen, oké? Ja.
Oké. Wat was dat ook letterlijk? Ik heb geen idee. Maar Dennis? Ja, Fleur? Waar is Luc? Viel hij ook naar beneden? Ja, Luc viel achter jou. Nee toch? Jawel. Kijkers, is Luc naar beneden gevallen? Oké, lukt het, Fleur? Ja. Oké, ik ga nu naar boven. Oké, van die vogels komen ook weer? Ik zie geen vogels. Ik hoorde ze net wel. Oké. Oké, we zijn bijna boven. We zijn bijna boven. De hele brug is ingestort. Oké. Oh, mijn hart gaat echt tekeer. Mijn hart zit in mijn keel letterlijk. We hebben bijna de 2000 duimpjes omhoog en dan komt er weer iemand bij. Dus doe allemaal dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Oké. Oké, we zijn er weer bij de basis. Oké, kom binnen. Dave, heb je Luc gezien? Knik ja of knik nee? Lotte? Lotte? Ja. Lotte, hoe is het met je? Oké, Dennis. Hey, Lotte. Lotte, neem een mooi bloemetje. Misschien knap je daarvan op. Oh, mooi. En een appeltje. Fleur. Dankjewel. Ja? Je moet de spreuk doen. Je moet de spreuk doen. Doe het nu. Op Lotte. Ze heeft de gouden opgenomen. Doe de spreuk. Ik laat je met rust, oké? Oké. Dave, we moeten binnen schuilen. Oké, Lotte, klaar voor? Ja. Oké, komt-ie. Oké, schuil binnen, Dave. Schuil binnen. Oké. Denk groot. Dit kan heel erg. De zombie in Lotte is niet dood. Oh nee. Wat gebeurt er allemaal, Fleur? Ik ga bijna dood. Maar ik weet niet of het is gelukt, Dennis. Fleur, kom naar binnen. Het zit overal. Fleur, kom naar binnen. Help me, hallo. Help me. Is ze weer normaal geworden? Ziet ze er weer normaal uit? Ik weet het niet, ik heb het niet kunnen zien. Oké, Fleur, doe de spreuk dat de vogels weg zijn. Oké, ik weet niet of dat lukt, mensen. Mijn energie is heel weg nu. Oké, kan ik mijn energie koppelen met jouw energie? Oké, iedereen zet hup, Fleur in de chat. Ze heeft jullie energie nodig. Oké. Ja, hij kan. Oké, we bundelen onze kracht nu en laten de vogels verdwijnen. Is het weg? Ik denk het wel. Lotte? Nee. Dennis? Hallo, ik zit hier vast en het is vis hier. Lotte, ik ben weer normaal. Ja, open door je ben ik weer normaal. Waarom ben ik hier überhaupt? Lotte, een paar vragen. Hoeveel vingers steek ik op? Je hebt geen vingers. Oh ja, Lotte, wat is mijn favoriete eten in Minecraft? Appels. Waarom vraag je me deze rare vragen, Dennis? Lotte, wie vind je leuk? Mezelf? Wie nog meer? Lotte, met wie heb je verkering? Ja, goed antwoord. Met jou, Dennis? Oké, je bent weer normaal, Lotte. Ja, haal me nu uit, Dennis. Ik ga vissen voeten. Oh, sorry, Lotte. Oké, ik maak hier een trap naar boven. Kom maar, Lotte. Och, jeetje mina, waarom zat ik hier überhaupt? Dennis. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Dennis. Lotte, weet je nog wat er met je is gebeurd? Dennis, wat is dat? Lotte, sta achter me! Wat is dat? Je hebt wel lef, hè? Moet je zo vrijmaken? Je bent weer normaal! Zeker niet! Dries, ik hoor je stem, Dries! Wie is Dries? Hier ga weg! Maar je praat zoals Dries! Je hebt wel lef, hè? Lotte, hoor je hem ook als Dries stem? Ja, maar Dennis, dat is duidelijk dat het Dries niet is! Hallo, op een dag, ik kom terug, hè! Holy moly! Oké, op een dag, ik kom terug! Wacht! Wat? Waarom heb je dezelfde stem als Dries? Omdat ik natuurlijk eigenlijk Dries ben! Wacht. Dennis, het is een zombie geworden, dat zie je toch? Dries, ben je veranderd in een zombie? Dat denk je zelf! Wacht! Dennis? Hij lijkt op de zombie die mij aanviel toen! Dat is de leider van de zombies! Wat een
nee, Lotte, Lotte, doe niet zo raar. Dennis? Dennis? Lotte, luister, Lotte, luister! Dennis, ik meen het! Ja, hij lijkt... Wow! Oh nee, oh nee. Zacht me! Oh nee, oh nee. Ik heb geen vaart op zoiets, maak ze dood! Oh nee, au! Oké. Zien jullie dat ik de leider ben? Nee, je bent een zombie-leider, maar luister! Wacht! Lotte! Ja? Jij zegt dat hij jou heeft gebeten toen je hier kwam. Ja! Maar Dries was normaal toen hij hier kwam. Dennis, ik denk dat hij kan shapeshiften. Ik denk dat hij kan shapeshiften in Dries. Ik denk dat hij mij voor de gek heeft gehouden. Jij kan transformeren in een normaal iemand. Ik ben een leider, ik kan alles, hè. Oh, maar wat je niet kan, is mijn zwaard aan. Dat is één ding wat zeker is. Kom hier! Kom hier! De vogels, de vogels, de vogels! Schuilen, schuilen, wat te schuilen! Je kan me niet aan! Schuil iedereen voor de vogels! Fleur, doe je spreuk! Fleur, doe je spreuk! Ze zijn weg, Dennis! Een creeper! Oh, nee, pas op! Pas op voor de creeper! Ik denk steeds dat je me aan kan, hè? Dennis? Hoe is het? Dennis, je moet er nu gaan verschrikken! Ik ben in de hand! Ah, ik hoor niks! Ik hoor niks! Moet je gaat in de fik! Ik hoor niks! Oh, ik heb een piepemoor! Oh, die knal van die creeper! Auw! Wow! Oké, onze basis gaat kapot! Oh nee. Hekjes! Ik heb hekjes. Oké, denk ik! Weet je wat, ik plaats andere hekjes. Oké, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Natuurlijk was iets weg! Jordi, we gaan vechten! Ik weet het niet! Hallo, wat sta je in één keer te maken? Luke! Hoor je dat het over is of niet? Wat is er? Luke! Je bent weer! Ja, ik lag bewusteloos onderaan de rivier. Bewusteloos! Luke, het spijt me dat ik je niet kwam zoeken, oké? Het spijt me dat ik je niet kwam zoeken. Maakt niet uit. Oh, nee. Oké, we hebben meer mensen nodig. We hebben meer mensen nodig, oké? We hebben meer mensen nodig! Ik ga bellen, oké? Jullie moeten allemaal de kijkers vragen of ze nu een duimpje omhoog willen doen. We hebben meer mensen nodig, oké? We hebben meer mensen nodig. Oké, we moeten de muur maken trouwens in de tussentijd. Hey, jij gaat me helpen bellen, oké? Ik ga jou bellen. Kom. Au! Oh nee, een skeleton! Oké. Dit is foute boel. Oh, de vogels weer! Oké. Nee, mijn tenten zijn gestort! Oh, dit meen je niet. Au! Oh nee, er komen ook nog zombies. Oh nee, de zombies! Chaos, oh nee, een mini-zombie. Wow. Oh nee, het wordt chaos! Dennis, dit is foute boel! Oké, pas op, we moeten niet doodgaan. Oké, zo'n heel veel damage, Dennis. Oké, pas op, Lotte, de vogels zijn er ook nog, Lotte! Ja, ik merk het, Dennis! Oh, nee. Oh, jeetje. Overal komen zombies, Dennis! Oké, Lotte, we moeten veilig staan! Oké. Ik weet het, Dennis! Waar is Fleur, Luc? Au! Wow! Lotte, pas op! Wow! Oké, het wordt chaos hier. We hebben de 2000 duimpjes omhoog! Groep help! Oh nee. Nee! Dennis, ik kom niet uit! Geen mini zombies! Dennis! Lotte naar binnen! Blijf binnen! Geen mini zombies! Oké. Er mogen alleen maar grote zombies. Oh. Wat er namelijk gebeurt als je 2 hartjes hebt? Oké, de vogels moeten weg. Oké. Dennis. Luc! Ik ben er weer. Oké. Ik heb Kai kunnen bellen. Kai is er. Is Kai er? Alleen, we hebben een ander probleem. Wat is het probleem? Fleur is dood. Je maakt een grap. Fleur is dood. Je maakt een grap. Fleur ging dood, ik weet het niet. Ik was 1 seconde weg, even Kai bellen. In 1 keer was ze dood. Is ze van de berg afgevallen? Nee, ze is... dood. Ik weet het niet, ze was gewoon in 1 keer weg, maar er lag weer iets op de grond. En ik heb het gelezen, en het is alweer weg, maar het is een briefje met een spreuk erin.
Wat is de spreuk? Wat is de spreuk? En voor wie is de spreuk? Het is een spreuk. Ik weet niet wat erop staat. Er staat gewoon spreuk. Spreuk voor wat? Ik weet het niet, oké? Okay? Gewoon een spreuk. Ik weet het niet, Dennis. Ik ga hem even proberen te doen of te lezen of zo. En dan kom ik zo bij je terug, oké? Okay? Oké, is goed, is goed. Bescherm mij. Oké, ik bescherm je, ik bescherm je. Oké. Wat moeten we doen? Fleur is letterlijk dood gegaan. Oké, maak een bunker. Dat is zeker wel een goed idee. Mochten jullie trouwens willen dat we ook 200 dagen overleven gaan doen, doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik ga mezelf niet opofferen. Dat kan ik niet doen. Oké. Ik ga even rondkijken. Oké, de brug is kapot. Kai? Dory? Kai? Wat gebeurt er? Auw! Oh nee. Oh nee, wat gebeurt er? Auw! Peter! Oh nee. Auw! Auw! Ik ben een hartje! Maar ren, Dennis! Voorzichtig! Oh nee. Oh nee, ik hoor een hartslag! Ik ga bijna dood! Oh nee, Dennis. Dennis, kom hierheen, okay, kom hierheen! Ik leef nog. Oh nee. Kom hier over! Oh nee, auw! Dennis! Oh nee, oké. Lotte, ik denk dat ik met de leider moet vechten, oké? Ja, dat weet ik wel zeker, Dennis. Ik moet wachten totdat ik de leider zie, dan moet ik met hem vechten. Oh, zagen jullie die hartslag? Ik ging bijna dood. Oké. Ik denk dat we met z'n allen de leider moeten oproepen. Ja, stuur allemaal in de reacties en in de chat. Kom dan, zombie-leider! En als jullie willen dat ik nog een keer een avontuur ga beleven en 200 dagen ga overleven samen met mijn vrienden in deze server, doe dan zeker een duimpje omhoog. Oké. Luc, Kai, luister. We moeten vechten met de zombie-leider, oké? Oké, iedereen zegt kom zombie-leider. Pas op, Luc, pas op! Wat is er? Er staat hier een zombie! Oké. Weet je al wat de spreuk is? Ja, ik weet het niet, maar ik denk... Misschien... Het heeft sowieso iets te maken met de zombies of zo, maar... Luc. Stuur via je telefoon... Auw! Luc, stuur via je telefoon de spreuk naar mij. Ik lees het voor. Oké, ik ga hem doorsturen. Oké, stuur hem door, oké? Ik ga even in mijn huisje staan. Ik lees hem voor. Ik pak mijn telefoon erbij. Oké. Oké, laten we gaan kijken wat jij stuurt. Oké. Oké, we hebben een zombie-spreuk. Dennis. Ja, Luc? De spreuk. Ik heb hier de spreuk. Maar ik denk dat we met z'n allen tegelijk moeten zeggen. Want anders... Ik kan het sowieso niet in mijn eentje doen. Oké, fluister de spreuk eerst. Dan werkt die nooit. Oké, de spreuk is zeg maar van... Wow. Oké, de spreuk is... Overal in de wereld wonen mensen. Maar alleen de koning-zombie...
is het gevaarlijkst? Oké, overal in de wereld wonen mensen, alleen de zombie-koning is het gevaarlijkst. Oké, 3, 2, 1, overal in de wereld wonen mensen, alleen de zombie-koning is het gevaarlijkst! Oké, heeft het gewerkt? Misschien moeten we torches plaatsen. Dennis! Ja, Lotte? Kijk in de boom! Kijk in de boom! Hallo? Beetje mij oproepen, hè? Wat denk je wel? Wat wil je van me? Wat ik van je wil? Ja, ik zie een zwaard in je handen. Wat denk je? Je kan mij verslaan. Ik wil dat je mij en mijn vrienden met rust laat, oké? Heb jij iets over te zeggen? Je hebt al mijn vrienden van me afgenomen. Je hebt Lotte, mijn geliefde, veranderd in een zombie en dat soort dingen. En wat dan? Vind je dat grappig of zo, loser? Door jou is Fleur dood. Dat is wel goed ook, door jou was ik bijna dood. Door jou lag Luc in een coma beneden, bewusteloos, oké? Ja, dat kwam bij mij, ja. Dat was leuk tegen die brug. Maar weet je waar het tijd voor is? Nou. We zijn klaar met jou. Ja. Jij tegen ons, een gevecht. Een gevecht? Waarom? De verliezer vertrekt. Verliezer vertrekt, wat denk jij nou weer? Oftewel jij. Is dat een nee wat ik daar hoor? Hoor ik daar een pok, 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 pok? Je kan mij nooit verslaan. Wat zei je daar? Je kan mij nooit verslaan. Oh nee, ik kan je zeker wel verslaan en ook zeker wel slaan. Pak hem, Dennis! Pak hem! Pak hem, Dennis! Het is klaar nu, het is klaar! Luister! Pak hem, Dennis! We vechten aan de overkant! We vechten aan de overkant! De overkant? Hoe bedoel je de overkant? De vogels moeten opschieten, nu! Ik verzoek jou om een dag te maken. Ik weet dat jij het kan. Je bent een zombieleider. Waarom zou ik dat doen? Ik wil dat je dag maakt of dat we allemaal mogen slapen nu. Dat we een gevecht houden zonder de vogels. Zo, nu blij? Ja. Oké, dan. Oké, dan nog één voorwaarde. Laat me even de gouden appel nemen. Gouden appels doen mij niks. Luister, nog één voorwaarde. Nou. Ik wil niet dat mijn vrienden me gaan helpen jou te verslaan. Ik wil naar de overkant. Nee. Zet me naar de overkant samen met mijn vrienden. Ik wil daarheen. En we vechten daaruit. Jij tegen mij. Oké. Ja, als jij het echt wil, hè. Oké. Wacht jij maar even hier. Oké. Oké, ik wacht hier. Tot dadelijk. Lotte, luister. Ik moet het doen, oké. Ik wil jullie leven niet riskeren. Dennis. Luc, dit is voor Fleur, oké. Dit is voor Fleur. Dennis, niet doodgaan, ik meen het. Lotte, hij had je veranderd in een zombie, had je van me afgepakt. Ja, maar je mag toch niet doodgaan, dat is ook niet de bedoeling. Lotte, als ik de leider niet versla, dan kunnen we niks. Dan kunnen we niks, hij kan ons voor altijd blijven treiteren. Maar Dennis, zorg wel dat je voorzichtig bent, oké? Oké, Lotte, ik doe mijn best, oké? Oké. Succes, Dennis. Oké. Zijn jullie er met z'n allen klaar voor om het gevecht aan te gaan? Zet allemaal ja in de reacties. Ja in de reacties. Dan denken jullie dat ik dit ga winnen van de leider van de zombies. Ik heb jullie steun nodig voor hashtag team eentje. Oké. Hoe roept een zombieleider mijn naam toe eigenlijk? Weten jullie dat? Weet het niet. Hij is... Weet het niet, Dennis. Hij sprong hier naar beneden. Daar zijn we dan. Weg van hun. Waar zijn mijn vrienden? Ik wil dat mijn vrienden me zien. Hoezo? Hoe zijn je vrienden? Als ik ten onder ga, wil ik dat ze het zien, oké? Als ik ten onder ga, moeten ze het zien. Je wilt er een eerlijke weg, man tot man. Ja, maar ik wil dat ze het zien. Ik vecht alleen. Ik vecht alleen. Oké, alleen Lotte dan. Oké, alleen Lotte. Alleen Lotte is goed. Dat is die vaccine, oké? Hallo? Hallo? Dennis? Lotte, luister, Lotte, snel, snel. Doe je een verrassing, Lotte, luister, snel. Heb je nog die gouden appels voor me, Lotte? Heb je nog die gouden appels voor me die je altijd had bewaard vroeger? Lotte, nu is het moment, alsjeblieft. Ja, Dennis, ik heb ze nog, oké? Lotte, heb je ook nog die diamond armor voor me? Wat je als laatste had bewaard. Kom op, die heb je toch? Zeg maar alsjeblieft dat je die hebt. Dennis, maar dat is toch oneerlijk om te gebruiken? Nee, Lotte, dit hebben we. Het is een zombie, een zombie is al dood. Hoe moet ik een zombie die dood is vermoorden, Lotte? Oké, Dennis, oké. Ik heb het speciaal bewaard, oké, voor jou. Oké, perfect. Snel, schiet op, Lotte, schiet op. Doe het snel aan. Oké.
Oké, Dennis. Oké, perfect. Daar zijn we dan. Ja, daar zijn ze weer! Wat wil je doen? Oké. Niks hoor. Ik doe even mijn armor aan. Armor? Ja. Komt allemaal goed. Oké, alleen Lotte. Ja, ik moest even naar Lotte toe, anders kan hij hier nooit komen. Dus oké. Ben je er klaar voor of niet? Ik ben er zeker klaar voor. Ben jij er klaar voor? Je gaat nooit winnen. Je gaat nooit winnen. Oh nee? Nee. Hij gaat het wel winnen hoor. Ik weet het 100% zeker. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Ik wil één regel afspreken. Vertel het eens. Als ik sterf, laat je mijn vrienden met rust. Oké, ja, is goed. Maar is als goed. Jij sterft, laat je ons met rust. Iedereen. Ja. Het zal wel. Oké, wil je nog vechten of niet? Oké, daar gaan we. Oké. Oké, 3, 2, 1. Kom! Kom hier, zombie leider! Oh, wow. Nee. Hier ben je niks, zombies! Nee, hij let weg! Dennis, ging hij? Waar is die heen? Hij is weggeteleporteerd! Dennis, hij is ontsnapt! Lotte, heb ik hem nou verslagen of heb ik hem niet verslagen? Ik weet het niet, Dennis. Ik denk dat hij weg is. Ik hoor hem niet, dus ik denk dat we hem hebben verslagen voor altijd, Lotte. Dat denk ik ook. Hij is bang. De zombie is bang, Lotte! Ik denk dat hij op het nippertje van doodgaan is en dat hij toen wegrende. We moeten hem zien te vinden later, Dennis, maar daar is nu geen tijd voor. Maar... Ik snap het niet. Lotte. Wat is er? Het gezegde was altijd was het gezegde... Als je de zombieleider hebt gekild... Ja? Dan zal de wereld weer veranderen zoals het hoort. Maar de wereld is nog steeds hetzelfde. Ja, maar Dennis, hij is gesnapt. Hij is ontsnapt. Ik zag hem letterlijk weer in de muur verdwijnen. Maar niet doodgaan. Zombieleider! Als je maar dropt dan iets! Laat jezelf horen! Dennis, hij is weg, denk ik. Lotte? Dennis? Ik denk... Lotte, wat zegt hij nou? Zegt hij nou dat hij terugkomt? Lotte? Ik weet het niet. Ja? Ik denk dat er nog 200 dagen overleven komt in een zombie-invasie met jullie. Dat denk ik ook, Dennis. We hebben de zombie-leider niet verslagen. Oh, nee. Dit avontuur is nog lang niet voorbij. En als jullie zin hebben in deel 2, doe een duimpje omhoog en laat het weten in de reacties natuurlijk hier beneden. Lot en ik gaan terug naar onze vrienden en terug naar onze zombiebasis. Ja. Wij zien jullie bij 200 dagen overleven in een zombie-invasie met vrienden. In Minecraft Hardcore. Ja. Lotte? Ja? Het is tijd dat we naar huis lopen, oké? Oké, Dennis. Oké, daar gaan we.